Ja, jongens, we lagen er even tussenuit omdat alle E3-drukte ons vooraf ging. Maar we zijn weer terug met een nieuwe goede frag. En natuurlijk haken we die in op de E3. Want net als vorig jaar gaan we behandelen wat onze games of the show waren voor E3. Welke games kijken we het meeste naar uit? Maar goed, ja, hey, wil je het weten? Er staan zo ontzettend veel previews online op gamersnet.nl. En natuurlijk ook alle persconferenties staan helemaal covered. Al het nieuws, alle trailers, je kunt het allemaal vinden. Als er iets met de E3 te maken heeft, kun je het bij ons vinden. En er komen overloop van dagen nog heel veel meer previews, artikelen, whatever the fuck allemaal aan. Maar nu gaan we het gewoon even hebben over de ultieme game of the show. Wat zijn de game of the games waar je het meest naar uitkijkt van deze E3? Game of the show, game of the show. En kijk, toen ik op E3 was, toen dacht ik van, ja, misschien het was wel een wat rustigere E3, maar nu ik terug ben, denk ik, jemig, wat een games, man. Ik heb echt ontzettend genoten van Spider-Man, vond ik heel vet. Behalve dat de presentatie misschien iets minder bijzonder was dan de demo op de persconferentie. Ik had gehoopt dat we daar wat anders zouden zien, maar dat is helaas niet gelukt. Ik wil ook eventjes Battlefront 2 noemen. Dat is niet het meest vernieuwende game, maar wel weer super vet om aan de slag te gaan met Star Wars. Het zag er weer fucking vet uit. Je kan als droid spelen, hoe vet is dat? Super Mario Odyssey wil ik ook nog eventjes noemen, want daar heb ik gewoon weer heel veel zin in. Maar de game of the show is voor mij Mario plus Rabbids. Kuttitel. Kingdom Battle. Want het brengt gewoon XCOM naar het Mario-universum. En weet je, we spreken over een game voor de Nintendo Switch. En de Nintendo Switch kun je meenemen. En dan is zo'n game gewoon super prettig. Je kunt gewoon battles doen van een kwartiertje. Turn-based, maar wel strategisch. Gaat wel lekker snel. Als je buiten de battles zit, kun je gewoon vrij bewegen in de open wereld om allemaal dingen uit te zoeken. Het was eigenlijk de verrassing van de show. Zeker dat Ubisoft die game voor Nintendo heeft gemaakt. Je ziet er bijna niet in af dat het een Ubisoft game is. Maar toch heeft het een iets andere vibe dan de Nintendo games die we gewend zijn. En dat vind ik gewoon een ongelooflijk knappe prestatie. De game komt ook al in augustus en ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Mijn favoriete game van de E3 waar ik het meest naar uitkeek. Ik denk dat het voor mij echt wel Destiny 2 is. Ik was vooral 500 uur in Destiny 1 en het was gewoon echt mijn favoriete multiplayer game. En ik vond persoonlijk ook echt een fantastische shooter. En het feit dat op de E3 gewoon weer Destiny 2 aangekondigd werd en gewoon in de details ging, was voor mij gewoon echt super. Gewoon, en inderdaad, betere graphics, betere shoot system, beter verhaal. Daarnaast vind ik het ook weer leuk wat ze hebben gedaan, dat iedereen gewoon weer echt overnieuw moest gaan beginnen. Iedereen begint gewoon weer echt vanaf scratch. En je hebt geen advantages meer wat je mee kan nemen. Dat vind ik ook gewoon een mooi element wat ze erin hebben gestopt. Qua multiplayer, ik heb ook gewoon zin om weer lekker te grinden, lekker voor alle gear te sparen, lekker om alle missies weer te doen, de dailies, de weeklies en gewoon echt weer te grinden voor het spel en gewoon weer echt overnieuw te beginnen. Niet dat er weer mensen zijn die al gelijk heel hoog beginnen en gelijk een dikke advantage hebben met hoge gear en dat mensen eigenlijk later in de game niet eens meer kunnen beginnen. De andere games die me eigenlijk ook nog wel leuk leken waren Assassin's Creed. Ik ben een enorme Assassin's Creed fan. Mij lijkt dat ook wel een fantastische game. Ik ben alleen niet de grootste fan van de setting, maar ik denk wel degelijk dat ik die zou halen. Maar mijn grootste voorkeur zou eigenlijk wel gaan naar Destiny 2. Want ja, Destiny is voor mij gewoon echt een fantastisch spel. Als er één game is waar ik het meest naartoe uitkijk van de afgelopen E3, is het de game waar ik de afgelopen drie E3's al het meest naar uitkijk. En dat is Sea of Thieves. En die gaat ook niet dit jaar verschijnen. Ah, wel jammer. Maar hey, nogmaals, ik heb het in de preview ook beschreven. Geef Rare de tijd. We gaan gewoon die Britten de tijd geven. Ze hebben ambitie, ze hebben passie. Ze gaan vast een heel mooi product afleveren. Het is alleen ontzettend jammer dat we er niet echt mee kunnen doorpakken. Zo van, ja, eind dit jaar, bam, iedereen. Maar goed, tot die tijd hebben we de open, of nee, gesloten beta's die we dan kunnen draaien. Jee, dat is dan wel mooi. Maar Sea of Thieves, ik heb het al 100 keer uitgelegd. Het was vorig jaar mijn GOTY. Ik heb er al 10 previews van gedaan. Gameplay van gemaakt. Kun je allemaal terugklikken. Jalalala. Dus je weet waarom ik het een tof product vind. En daarom wil ik eigenlijk toch wel een soort van andere kleine... Ja, dat gaan mensen weer heel pretentieus vinden van me. Maar een indie topper aanleveren. En dat is Ashen. Ashen zat ook verwerkt in de Xbox E3 media briefing, persconferentie ding. Hij loopt al wat langer. Die game is volgens mij al sinds 2014 in ontwikkeling van een Nieuw-Zeelandse studio. Echt hun eerste product. Maar het ziet er echt zo embodied uit. Het ziet er al echt heel fraai uit. En ik denk dat je het beste kunt vergelijken met een soort van combi tussen Dark Souls en Journey. Dus het is harde, moeilijke dungeon crawling, hack-and-slash RPG-actie.
Maar tegelijkertijd zit er ook een soort van heel ingenieus multiplayer principe in, waar iedereen, elke vreemdeling die in jouw game komt, heeft zeg maar de potentie om een NPC te worden in jouw village. Dus dat was echt zo van... Dus toen ik daar die presentatie ook zag, het zag allemaal super koddig uit, maar in één keer zijn er een soort van goden die dan wel weer op ons lijken. Het was echt... Mind blown. Maar ja, Ashen. Dus ik ben heel pretentieus. Er zit een indie tussen die mij betoverde. Terwijl alle grote blockbusters waren zo van... Yeah. Hetzelfde ook voor Life is Strange trouwens. Life is Strange was zo... Wat is prequel? Fuck yeah, make it happen. Zit ik daar behind closed doors en ik zoiets van... Oh, dat is eigenlijk best wel saai. Dus dat was wel jammer. Maar goed, Ashen en Sea of Thieves zijn de toppers voor mij van de E3 2017. Tot volgend jaar. Fuck alles. Niet fuck alles, maar wel tot volgende. Nee, ik weet dat ik niet of ik erbij ben. In ieder geval tot... Swipe maar door naar de volgende. Ja, de game van de E3 waar ik het meest naar uitkijk... Er komen heel veel games aan, maar bijna niks in 2017. Dus het wordt ook gewoon een PlayStation exclusive die in 2018 moet verschijnen. En dat is God of War. Kijk, we hebben dit jaar natuurlijk dan wel de DLC van Uncharted 4. Of Uncharted The Lost Legacy. Maar hey, God of War, de nieuwe God of War, Noorse mythologie... Kratos met een baard. De vechtstijl is natuurlijk helemaal aangepast. Het is niet echt meer de vaste camera met hack and slash. Maar het is echt meer het wordt echt meer een action game. Het is een nieuwe soort van visie op God of War. Met een nieuwe mythologie. We krijgen Jormungandr. Dat is eigenlijk de wereldslang van Noorse mythologie. Die krijgen we sowieso te zien. Dus ik kan echt niet wachten op eigenlijk het... Een soort viking thema, het Noorse thema met alle vette goden waar we waarschijnlijk gewoon keihard tegen moeten knokken. Je hebt natuurlijk een bijl, je hebt een schild. Ja, de nieuwe visie van God of War past gewoon binnen mijn straatje. Het kan gewoon niet anders. Ik moet gewoon eigenlijk weer keihard verder met Vikings om in de vibe te komen. Hoewel, dat kan ook later, want de game, het komt nog lang niet uit. Laten we wel eerlijk zijn. De nieuwe God of War, we hebben nieuwe gameplay gezien. Ja, het ziet er zo ongelooflijk vet uit. En, ik ben benieuwd. Kom erop. Bring it on. Daar heb je het dan. Onze favoriete games van de E3. Of de games, de spellen, de titels, de concepten waar we het meest naar uitkijken van de afgelopen grootste gamebeurs, belangrijkste gamebeurs ter wereld. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van, allereerst onze antwoorden en de beelden en de games die er waren, maar ook van de E3 zelf. En ja, nogmaals, er komen nog ontzettend veel previews aan, videopreviews, geschreven artikelen, alles van de E3. Dus als we het gezien hebben daar, dan ga je er van ons een mening over horen. En we hopen natuurlijk ook dat je even laat weten wat jouw game van de show was. Waar kijk jij het meest naar uit? Is het Destiny 2? Is het Anthem? Is het de nieuwe Call of Duty? Is het FIFA? Want dat kan natuurlijk ook nog steeds. Ik snap niet waarom het dat zou zijn. Maar goed, anyway, laat het ons weten en vertel ons wat je vond van de aflevering. We zijn heel erg benieuwd naar wat jullie vinden van deze voortzetting van Goeie Vrijheid na een weekje afwezigheid. Ik was Tom van Gamerset.nl. Bedankt dat je hebt gekeken en tot snel op de website of op YouTube, Twitter, Facebook, Twitch. Mag allemaal. Volg ons overal waar je kan vinden. Vinden we wel zo gezellig. Doei!